Internet Explorer is levensgevaarlijk. Criminelen kunnen door een lekkende beveiliging de besturing overnemen. De overheid waarschuwt, u kunt beter een andere browser nemen. Gebruikt u Internet Explorer nog? Nee, ik gebruik hem niet meer. Waarom niet? Ja, omdat het vanwege die problemen zeg ik me niet meer aan. Ja, die gebruik ik wel, ja. Dat is toch gevaarlijk? Nee, nou, wat ik nou hoor is voor mij nieuw. Chrome gebruik ik ook wel eens, ja. Ja, Chrome. Nou, ik gebruik het niet meer thuis. Thuis niet, maar mijn werk wel. Ik heb het nooit gedaan, want ik heb Mac. Dus ik begon met Safari en dan kan ik gewoon door meteen met Chrome. En ik heb Internet Explorer nooit echt gebruikt. Ik heb ook Apple en standaard Safari erop. Dus, En gebruik jij Internet Explorer? Ja, ja. Maar dat is niet meer veilig. Oh. Chrome is sneller. Altijd bij mij op mijn computer, dus nee, ik gebruik het niet. Maar ga je dan een andere browser gebruiken of denk je, ja, maakt me niet zoveel uit? Maakt mij niet veel uit hoor. Maar wist je van het nieuws dat het gevaarlijk was? Nee, wist ik niks van. Of ik het veilig vind? Volgens mij als je een beetje op de juiste site zit, dan maakt het niet zoveel uit. Nee, ik gebruik geen Internet Explorer, nee. Waarom niet? Hij is sloom. Mostly Firefox. Nee, ik woon in Zwitserland en ik gebruik hem daar niet.